tegen paaltje. Ga tegen paaltje. Kom op, alsjeblieft tegen paaltje. Wow, oké. Okay. Nee, dit is niet. Wat kan? Wow. Ja, we gaan. Je gaat de gitaar. Echt niet cool. Nee, er worden gewoon instrumenten ingenomen. Ja, maar dat moet je niet. Sowieso. Ja, maar dit is niet normaal. Dit is police brutality. Dit is called police brutality. Ja, maar die gast, die krijgt het gewoon een fucking klap op zijn bek. Wat zo'n XT motherfucker. Gewoon echt. Zonder brouw. Zonder brouw. Die gast staat er gewoon, dat krijgt gewoon een klap op zijn bek. Dat was echt heb je dat gefilmd? Nee. Die guy die daar zijn behoorlijk. Wat een zielige figuren zijn dit. Met het zwarte petje, zeg maar. Wat een zielige figuren. Yo, Rose. Het is best wel heftig. Het is best spectaculair hier. Wat? Wat is hier? Er wordt een vierkante doos afgeleverd. Het is een box. Shit. Oh, je bent gewoon lekker. Ja, zoiets. Wow, dit is echt super simpel. Het is echt. Met al die politie. Al die motors. Wow, en helmen. Oh, wat gebeurt hier? Ongelooflijk. Ga ze er nu uitruimen. Kijk, dit gaat fout. Deze gast met die helm op. Oh. Hij heeft net al iemand op zijn bek geslagen. En het is echt niet cool. Ja, maar die gast, echt niet cool. Die gast met die pruik die moet gewoon heel erg teruggaan. Ja, dat sowieso. Maar kijk, die gast die erachter staat, ja. Die stond er dus zijn fiets te pakken en hij krijgt gewoon een stoot op zijn bek. En dat zag ik dus, maar ik filmde het niet, maar ik zag het kut. Dus. Maar ze staan nu ook met een busje klaar van ja, kom maar naar binnen. Ja. Oh, we laten wel wat mensen arresteren. Ja. Het is echt een beetje raar, een feestje van zaterdagnacht. Ja, zeker. Dan komen ze hier. Ergens is ook gewoon, het politiebureau zit hier echt zo 100 meter verderop, weet je. Dan denk je, oké, wat zit onze cultuur leven hier? Waar hippies op een bek knuppelen, ja, weet je. Stel je met die rode muur. Wat gaat ze doen? En die gast hier gaat in discussie en dat is echt, oh, er komen nu gelijk twee helmen aan. Niet zo'n goed idee. Nee, maar die gast die gaat... En dan nog te bedenken dat als je nu in Italië was hier, dan was het fucking veel heftiger. Dan waren ze nu echt mensen aan wandel koud. Dan waren we echt ingeknopte schedel. Ja, zeker. Dat is waar, maar toch. Maar toch, dit gaat ook best wel heftig. Het is gewoon echt wel een kut. Weet je? Yeah. Ik bedoel, die man fucking gewoon. Ja, maar iedereen die nu naar buiten gaat, is gewoon fuck. Ja, maar ze staan er ook voor de deur van nooit, je mag niet meer binnen. Maar ik vind het wel leuk dat we van hier kunnen bekijken. Nee, dat is niet. Iedereen is hier vet. Ik zag het ook. Ik schat uit mijn slof. Ik snap het niet meer. Ik zat echt niet te schreeuwen. Ik schat uit kakkers. Wow, dook ik even naar binnen van oh, het schreeuwt nou allemaal.
Wat gaan ze nu verder doen hier?